maar met me mee. Zweef maar even uit je stoel en laat de boel, de boel, de boel, de boel. Ga maar met me mee. En we zien wel waar we komen, dus ik vraag je, ga je mee? En lidwoorden, dat was ik bijna vergeten. Waar kunnen de mensen zich opgeven als lidabonnee van de VARA-gids? Pien, het is voor de KRO. Doe toch niet zo kleingeestig, Henk. Stel nou, er zitten mensen te kijken die dolgraag zich op willen geven als lid van de VARA. Dan vind ik dat dat moet kunnen. Nou ja, oké, doe het nummer van de KRO er ook maar even bij. En dat van de AVRO. En doe dan meteen die andere. De Troos, de NCV, de VPRO, de Veronica en de E. Oh nee, die niet. Waarom de EO niet? De EO, Henk, wil gediscrimineerd worden. Dan mogen wij ze niet behinderen. Oh. Ja. Wat hadden wij een voetvolk toen we trouwden? Dat was een kerel om de tuin te fatsoeneren. Een keukenmeid, een zilverman, een huisknechten, wat later dan. Een gouvernante voor de beide jonge heren. En nog een juffrouw voor de was. Dat leuke meisje nog dat altijd kwam verstellen. Je deed ik zelf, alleen je plas. Ach, Hubert, zou jij nog even willen spellen? Niemand. Sorry, ik dacht even dat ik je kende. Ja, ik dacht ook dat ik iets bekends zag. Jij lijkt op... In een flits lijk jij op... Nee, ik heb me vergist. Neem me niet kwalijk. Nee, maar wacht eens eventjes. Jij bent het wel, maar wat ben jij veranderd, zeg. Heb je iets aan jezelf laten doen? Nou, ik heb mijn neus laten veranderen. Zie je wel. Ik had vroeger zo'n dopneusje, weet je wel. Dat was geen gezicht. Nou, dat vond ik toch altijd wel wat hebben, maar inderdaad... Deze neus maak je iets mannelijker, wat volwassener. Ja, en mijn kin. Ik had zo'n teruglopende kin, die heb ik wat naar voren laten zetten. Oh, en ik heb de mijne juist wat terug laten nemen. Die kin die maakte mij altijd zo ontzettend pinnig, zo agressief, begrijp je? Had jij vroeger geen bril? Nee, ik loensde. Mijn linkeroog was een beetje scheel, maar dat heb ik 2 jaar geleden weer recht laten zetten. Oh, fantastisch, niks van te zien. En toen heb ik meteen die wallen even weg laten halen. Ik had toch van die enorme wallen, kun je dat nog herinneren? Nou, dat hadden we allemaal in die jaren, hè? Dat was een wilde tijd. Ja, maar bij mij was het echt veel te erg, hoor. Die wallen die gingen nooit meer weg. Ik kon een hele maand om 7 uur 's avonds naar bed gaan... en dan zag ik er nog uit alsof ik een hele nacht had doorgehaald. Dus toen die dokter bezig was met mijn ogen, toen zei ik... ach, kan u misschien meteen eventjes die wallen meenemen? Nou, dat was voor die man een fluitje van een cent. Nou, dat is prachtig gedaan, hoor. Ja, en weet je wat het voordeel is? Ik kan nou rustig een heel weekend doorzakken. En je ziet er niks van. Nou, was er bij mij in de wijk, was het een praatgroep voor dames, hè? En die dames, die zijn bij mij wezen praten. Dus dat zat natuurlijk ontzettend goed. Ik heb nog wel even gevraagd, waar gaat het over in die praatgroep? Maar daar zal nog over gepraat worden. Nou, ik ben er naartoe gegaan en de eerste avond was ontzettend moeilijk voor mij, hoor. Want er zaten 14 dames te praten en ik kwam er helemaal niet tussen. Dus ik dacht, dat gebeurt me niet nog eens een keertje. Dus de tweede keer ga ik naar binnen en ik gooi die deur open en ik zeg, hé, kijk daar! En toen viel het even stil en ik begon meteen te praten. Heel de avond doorgepraat. En toen ik een slok koffie nam, wou er eentje tussen komen. Maar ik dacht, hé, dit gaat zo niet. Ik spuug mijn koffie uit en ik praat meteen weer door. Nou, de derde avond was het al meteen van, zeg, kan jij nou eens een keertje je mond houden? Ik zeg, mijn mond houden. Ik wil mijn mond helemaal niet houden. Ik wil praten. Ja, zeiden zij, dat kan wel wezen. Maar wij vinden dat het uitgepraat moet worden. Ik zeg, oké. Laten we het uitpraten, als je maar weet dat ik nooit uitgepraat raak. Nou, in de vierde avond kom ik aan. Is de deur op slot. Ik mocht er niet meer in. Ik riep nog door de brievenbus, laten we er dan over praten. Maar nee hoor. Nou ja, toen heb ik nog een dag of 14 geprobeerd in mezelf te praten. Maar het beviel niet zo hoor. Oh nee, ik praat er steeds doorheen. Je hoort nergens geen nette verzorgde taal. Op de scholen, ach laat me niet lachen. Daar wordt ampel op uitspraak en spelling gelet. En het opstel schijnt niet meer te machen. Geen mens
mens kan zijn taal nog ken, nog wat lezen. Fatsoenlijke scholen kosten zeker veel te duur. Het is een ontwikkeling die volgens mij onaanrechts moet wezen. Zo krijgt de jeugd toch nooit geen kijk op de cultuur. Dat valt wel mee, zeggen de kenners, maar ik ken er echt niet bij dat hun de functie van het onderwijs vergeten. Maar hun zijn dus de geleerden, dus veel knapper dus als mij. Dus hun zullen het dus wel het beste weten. Sleutelbos, ruik je de jerrycans in het sleutelbos? Zie je de kukkuksklans in het sleutelbos? Hoor je de apenfans al steeds brabbelen in het zicht, duplicaten zijn? Er twee aan twee op stap, obligaten zijn. Er om de haverklap en postaten zijn. Er uit op vaderschap en stil. Hoor een blik aanraak, zit op een tak te heen. En een meestal toe, bespreekt een nieuw kleren. Waar ik de eetrafel. Wie is daar? Henk. Wie is daar? Henk Elzing. Oh, Henk, zou je even voor de camera willen gaan staan? Welke camera? Die camera boven de deur, daar kan ik even zien of jij het wel echt bent. Dat is voor de veiligheid, zie je? Oh, sta ik zo goed? Ik zie niks. Nee, die camera die staat te hoog gericht. Kijk maar. Oh, dat zal het zijn. Ja, ja. Kun je dan even springen, Henk, zodat ik tenminste je hoofd kan zien? Ja, zo goed. Ah, ik zie alleen je haar, je moet veel hoger springen. Wacht even. Zo goed? Ja, Henk, nu even aan profiel. Zo? Ja hoor, goed, Henk, dankjewel, uitstekend. Leuk om je weer eens te zien. Ja. Mag ik nou binnenkomen? Oh ja, natuurlijk, even de deur van de sloten halen. Ja. Dat is voor de veiligheid, zie je? Lukt het niet? Jawel. Maar dit slot werkt op een lettercode. En nou ben ik het woord even kwijt. Oh, hoeveel letters? 4. Slot? Nee, dat is te makkelijk. Open? Nee. Dicht? Dat zijn 5 letters. Nee, 4. D-I-G-T. Zeg, waarom doe jij niet eens mee in een televisiequiz? Wacht even, deur, dat zijn de 4. Nee, wacht eens, ik weet het geloof ik al. Het heeft iets met mezelf te maken. Ster, lied, dans. Nee, Henk, dat is het allemaal niet. Het is meer iets persoonlijks, iets intiems. Weet je zeker dat het dan 4 letters zijn? Ja, Henk, dat weet ik heel zeker. Ga maar met me mee. Zweef maar even uit je stoel en laat de boel, de boel, de boel, de boel. Ga maar met me mee. En we zien wel waar we komen, dus ik vraag je, ga je mee? Oh, oh, oh.